Ging wel. Ja, ik weet precies wat je moet doen. De wielen tussen je piefje en je pendeltje houden. Kom ik dichterbij dan hoor ik het. Wat De zeg je? drie wielen tussen Ja? je piefje en je bovenpendeltje houden. Oh, hebben ze het zo moeilijk gemaakt? Oké. Wie heb je gehad? Hubert. Oh. Waarom Huib? Nou goed, geef niet. Je hebt toen vanaf 50 meter gedaan. Ja? Je gaat het nu helemaal doen. Het is heel rustig weer. Helemaal vanaf het begin. Deze kist staat nu op zijn neus. Ja. Maar je wilt zo snel mogelijk balanceren op het hoofdwiel. Je hebt drie wielen op deze kist. Ja. Dus je mag voorover, je mag achterover, maar je wilt op het hoofdwiel rijden. Dus hoe ga je weg? Volgetrokken. Want je wilt zo snel mogelijk die neus van de grond krijgen. Okay. Tijdens het versnellen. Als dat gebeurt, ga je rustig de knuppel vieren, dat je eigenlijk zowel het neuswiel als het staartwiel niet op de grond gaat rijden, maar alleen het hoofdwiel. Okay. Met de voeten stuur je achter de kist aan. Yeah. En met je rolroeren, links-rechts met de knuppel, hou je je vleugels van de grond. Gewoon level. Staat geen crosswind, gewoon level is goed. Okay. En achter die kist aan. Aan het begin hebben we heel weinig stroming. Dus dan moet je op de sturen met voeten en ook met knuppel grote uitslagen. Hoofdroer is gewoon getrokken, totdat die neus komt. En als die neus komt, heb je inmiddels ook stroming, dus dan worden alles meer wat je gewend bent, uitslaagjes. Okay. Dat is het begin. Vervolgens gaat jouw kist vliegen en hij nog niet. Gewoon laten gebeuren, je vliegt, maar je mag niet omhoog. Dus hij vliegt, dan moet je een klein beetje, misschien wel zelfs drukken. Trim zetten we ook iets voor neutraal zometeen, echt iets duidelijk ervoor. Ja, nou goed, 2 centimeter of zo. Maar je moet dan even laag blijven, zonder de grond weer te raken. Mocht jij hoog gaan, dan til je het zijn staart op en dan gaat hij voorover. Mm-hmm. En dan gooit hij jou los. Ja, dat is dan gaan we een afgebroken start. De procedure daarvoor is dat jij naar rechts uitstuurt en hij naar links. Maar goed, ik zit achterin, dus dat... Dan neem je het wel over. Dan neem ik het wel over, mocht dat gebeuren, maar dat gebeurt niet. Ik laat het ook niet gebeuren dat we zo hoog gaan dat we ze staart op tillen. Hij vliegt. Ja. Zorg dan dat hij laag blijft zonder weer op de grond te gaan. Gaan we dus gewoon lekker achter hem aan. Totdat hij ook vliegt. En dan maakt hij eerst snelheid en dan gaat hij klimmen. En dan klim je gewoon met hem mee. Alleen je doet alles altijd 2 seconden later. Dat is in bochten, dat komt zo. Ja. Je klimt gewoon met hem mee. Tijdens de vlucht gaan we het eerst even over de hoogte hebben. Ja. Zit hij te hoog, klim je met hem mee. Zit hij te laag, als je dan gaat prikken, haal je hem zo in. Heb je touw slap, breng je jezelf heel erg in het probleem. Dus zorg dat je zoveel je kist verdraait dat je hem in zicht houdt. In principe is hij in een stijgvlucht bezig, want hij wil ons omhoog brengen. Ja. Hij vliegt even door wat dalen, daarom zakt hij onder je uit. Je zorgt alleen dat je hem in zicht houdt en hij klimt wel weer voor je. Tenzij het heel overdreven is, maar dan help ik je wel. Maar gewoon, zit hij te laag, niet gaan prikken, maar alleen in het zicht houden. Hij klimt er weer voor en je kunt zo weer erachter blijven. Okay. Dan gaat hij een bocht maken inderdaad. Niet gaan tellen. Gewoon, hij maakt een bocht. En als zijn buitenste tip zo'n beetje voor jouw neus komt, maak jij dezelfde helling en hou je zijn buitenste tip aan. En je mag zelfs ietsje buiten zijn tip sturen. Okay. Zie je nou dat je neus naar binnen komt, heb je dus te veel helling. Dus dan rol je hem iets terug. Loop je neus naar buiten erop zitten van hem in de bocht. Dan moet je dus snel weer inrollen. Okay. Ja? Ja. Nou, zo proberen we die hele sleep te doen. Okay. Boven, voordat we gaan kunstvliegen, dat is even een heel ander verhaal. Als je nog een zakje zou willen hebben, dan vind ik het. Oh ja, zorg, kun je even kijken of er een zakje is. Je weet maar nooit. Nee. Ik heb er sowieso één. Oh. Dus daar is al geen nodig voor over. En ik heb er niet één nodig. Die heb je daar, niet meer aan denken. Heb je niet nodig. Boven gaan we een acrocheck doen. Een acrocheck die ken ik uit mijn hoofd, dus die hoef jij niet te onthouden. Maar de accelerator op 0 is gewoon even dat ding indrukken. Oké. Dan doe ik brakes, belts en ballast. Nou, ballast is de balans van het vliegtuig goed. Hoeveel gewicht heb ik voorin zitten? Weet je wel, dat ik weet is je staart lastig, is je neus lastig. Mm. Brakes in de lock en belt strak. Die belt gaan we nu al strak doen. Je heupriemen kun je namelijk in de lucht heel slecht natrekken. En je bent je vijfde riem vergeten. Haha. De schouderriemen doen we in de lucht. Wat jij dan doet, ik heb dan de controls even, dat is aan het einde van de sleep. Ja. Maak je je klein, ga je met 2 handen, je schouderriemen snel strak natrekken. Je schouderriemen moeten ook altijd binnen je zuidband zitten, heb je nu. Okay.
dat is ervoor omdat we op de kop gaan hangen namelijk. Ja? Ja. Heel leuk. Aan jouw voetpedalen zitten beugeltjes. Die houden jouw voeten mooi in de pedalen. Dat je niet zelf je voeten hoog hoeft te houden als we op de kop liggen. Makkelijk hè? Je hebt slijke beugeltjes voor gemaakt. Heb je ook een GF in? Dan hebben we na die drie B's nog drie ledcijfers. Cockpit check, macro check, canopy's locked. Even kijken of die sluitingen nog goed dicht zitten links en rechts. Ja. En de rest kan ik, trim neutraal en de radio staat aan. Oh, heb je hier nog een? Oh, laat maar. Goed. In de sleep. Aan het begin heb ik geen tijd om je mondeling te sturen. Als er iets nodig is, help ik je direct. Tijdens de sleep probeer ik je mondeling te sturen waar nodig. Ik praat zo min mogelijk zodat jij je kunt concentreren. Ja. Kan het beter uit de hand laten die windzak niet vergeten, voor hè? Jou oplossen en zeggen jij hebt die windzak. Het weer. En dan kun ik altijd na de vlucht op de grond zeggen van nou dat had je zo en zo. Ja? Ja. Dus aan het begin. Voet achter de sleepkist aan, rolhelling, vleugels level houden en je begint vertrokken. En als die omhoog komt met de neus, probeer je de staart los te krijgen en de neus ook los te houden. Dat hij gewoon op zijn hoofdwiel versnelt. Ja. Mooi man. Mag je helemaal oefenen tot 4000 voet, oftewel 1200 meter. Tijdens het kunstvliegen, ik zeg welke figuur er komt. Als ik hem inzet, altijd even wat spierspanning. Even een beetje kracht zetten. Ja? Ik heb het even strenen met. Ja, dat gaat gewoon omdat je wat spanning zet. Dat je niet helemaal ontspannen zit. Ja. Dan vind je het minder prettig. Maar waarschijnlijk doe je dat sowieso wel, omdat je het enigszins spannend vindt. Dan, weet je wel? Ja, dan span je al. Dan span je al. En dat is voldoende hoor, want erger is het niet. Achtbaan is erger, ja? Dat doet hij al 85. Echt, absoluut. Ja. Ik zou juist denken van niet. Nou ja, ik kan veel meer dan een achtbaan. Doe maar niet. Even Marco. Als je het niet leuk vindt, zeg je gewoon, Johan, het is klaar. Dan maak ik het vuur af en dan is het dat. Afzwaaien. Stoppen ervan. Ja. Dus zwaaien af. Dat is het kruisje. Zo. Maar ik zal proberen om dat niet te zeggen, maar als het echt zo is. Ja, nee, je moet niet. Ik heb liever dat je het leuk vond en dat we vier figuren hebben gedaan en dat we acht doen en dat je zegt van goh, daar beroerd van. Maar dat valt best reuze mee hoor. Je moet sowieso niet in je hoofd mee bezig zijn van als ik maar niet misselijk word. Want het is meestal een mentaal dingetje. Mensen die in achtbaan misselijk worden, is omdat ze er in de wachtrij al druk van maken. Oh, dat heb ik juist niet. Oké. Maar goed, we gaan ons eerst concentreren op die sleep. Die duurt eerst een kwartier. Kwartier. En dan voordat we beginnen hebben we nog acrochecks en die riemen strak trekken en dan in alle rust. Tijdens de sleep vertel ik je wel een beetje als we hoog zitten wat we gaan doen. Oké. Okay. Dat lukt ook ongeveer 40 minuten dan? Half uurtje. Want normaal is het sleep 1200 meter en kunstvliegend naar beneden 25 minuten ongeveer. Maar hij krijgt nu de onderste paar meters, krijgt hij. Maar we hebben natuurlijk ook een leeg veld, dus misschien dat we ook wel wat leuks gaan doen aan het eind nog. Dus kun je even een stukje oefenen boven en op een gegeven moment op een 100 of 3, dan zeg ik, ik heb hem weer. Gaan we even iets leuks doen en hard en laag. Dan trek ik hem op en dan mag jij alsnog de landing uitvoeren. Goed, ik zeg cockpit check en roep Ed maar. Ed? Op zijn koptelefoon op. Oh, is het al in de kist? Ja. Nou, cockpit check dan. Oké, staat hier al weg. Het gewicht is goed. Mee. En nou is het afgesteld van dingen, zit hij ook goed vast. Alle vijf. Instrumenten. Snelheid staat op 0, hoogheid staat op 0. Radio ook. Het transponder staat uit, radio staat aan. Heel goed. Het transponder moet tijdens de sleep altijd uit. Want wij zijn de aanhanger van Ed. De kap is dicht en gelukt. Stuurorgaan 1, 2, 3, 4, 5 en 6. En de loping is heel mooi. In, achter, naar voren. Iets van het hand. Heel goed. Om het koppel aan. Schijn, open, open. Dicht in de lucht. Je krijgt nu een blauwe. Een blauwe. En waak er altijd voor dat ze maar je neus doen. Oké. GoPro, moet hij nog aan of loopt hij al? Loopt al. Check.
Ja, we lopen volgens mij al 5 minuten. Oh, dat geeft niet. Als hij zoveel capaciteit heeft, dan... Ja, 3 uur. Nou, we gaan heel rustig figuurtjes doen als we boven zijn. In principe een loopje om mee te beginnen. Gewoon ja, want het is pas mijn eerste keer. Ja, he? Daarom. En dan ga ik klaverblaadjes vliegen, dat zijn ook loopjes. Ja. Maar dan met een quadrol erin, dus dan komen we iedere keer 90 graden van koers eruit. En als ik er dan 4 achter elkaar doe, dan hebben we een heel klaverblad gevlogen. Oké, en als ik het niks vind, dan zeg. Nou, precies. Als je na 2 zegt van ik hoef niet meer op de kop. Goed. Concentreren. We gaan eerst slepen. Nou, windzak doet niks. Nee, raampje dicht doen. Hij gaat vast strak trekken. Hoe gingen we weg met die stick? Heel goed. Soms zie ik nog wel dat ze de klep helemaal vol trekken. Om even te remmen, om de kabel strak te houden. Want anders gaat de kist iets rollen. En dan gaat het versnellen en dan staat het kabel weer slap, zeg maar. Dan krijg je zo'n rukje. Dus dat is dan een ervaringsdingetje. Dat kan ik wel even voor je doen. Dan hou ik hem strak. Dan remmen we hem strak. En dan laat ik hem zo rollen. Jij hebt hem. Omhoog gaan, heel goed. Voor laag blijven, een beetje drukken, een klein beetje. Laag, 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 een beetje onder zijn staartje blijven, zo ja. Nou, hij vliegt ook, gaat de snelheid maken. En dan gaat hij zo klimmen, dan gaan we rustig met hem mee. Wat je op de horizon houdt, is zijn stabilo, of zijn vleugels ongeveer. Okay. Dus die wielen en dat piefje, ik snap er geen zak van dat hij dat brieft. Ja, hieronder. Gewoon meeklimmen, meeklimmen. En je houdt in principe de horizon tussen zijn vleugel en zijn wielen, dus dat is zijn stabilo. Als je dat hebt, zit je goed. Niet flipperen met je voeten, sturen doen met de knuffel. Ontspannen. We zijn nu bij de grond vandaan, dus gewoon ontspannen. Want hoe ontspannen je bent, hoe beter het gaat. Meeklimmen. Heel rustig meeklimmen. Heel goed. Je hoeft ook niet om je heen te kijken, dat doet hij. Meeklimmen, zie je dat? Als je knipt, gewoon meten. Ik zal de trim nu wat achter zetten, maar dat is vooral voor de start. Makkelijker, hè dit? Ja. Ja. Maar een trim is niet de baas, dus gewoon tegen intrekken als hij verkeerd gaat. Maar ik heb hem al versteld voor je. Nou, doe je heel mooi. Klim een beetje, zie je dat? De horizon die moet wel boven zijn wielen zitten. Nou, zo is mooi. En nu, dit is dus het moment dat hij zakt. Dan hou je hem alleen maar in het zicht. Dus als je hem ziet is het goed. Misschien een klein beetje knuppel naar voren. Oh, klim mooi mee. Als hij een echte bocht gaat maken, buitenkant tip of zelfs iets erbuiten. En dan dezelfde helling. En dan zie je wel of je te veel hebt. Van dan loopt de neus naar binnen, dan moet je wat terugrollen. En dan loopt de neus naar buiten, dan moet je wat meer rollen. Okay. En meer is het niet. Het is niet zo moeilijk. Nee, alleen bij de grond is het even heel erg opletten. En dit is gewoon heel ontspannen. Als je direct handelt, ben je op tijd, kun je het met een klein manoeuvretje oplossen. Als je te laat bent, dan ja, zijn er grotere dingen nodig om het op te lossen. Dus kijk naar die kist en reageer direct als er wat moet gebeuren. Ja? Ja. Ik heb nog helemaal niets hoeven doen, Tom. Dus het gaat helemaal geweldig. Beetje meeklimmen. De horizon verdwijnt onder de pijpen. Makkelijk, hè? Ja, het is niet moeilijk. Het is nu ook heel rustig weer, want te leren is dit ook mooi. En met turbulent weer, dan moet je iets meer met je vleugels tegen de turbulentie af en toe in sturen. Maar goed, ook dat kun je dan wel. Nou, lekker zeg, rondgevlogen worden. Nou, je gaat 115, omdat hij wat harder moet vliegen dan dat wij zouden kunnen. Ja. En daarom heb je ook roerdruk zat om een iets sneller reagerend vliegtuig te krijgen. Want een vliegtuig had iets harder, dus je hebt meer stroming. Meeklimmen, zie je dat? Ik ga nu mijn mond houden en dan ga ik kijken of je dat soort dingen zelf ziet en oplost. Ja? Ja. We zitten nu op veilige hoogte om thuis te komen dus.
Oscar Bravo voor Yankee Whiskey. Dit is iets te makkelijk voor Tom, dus maak hem het maar iets moeilijker. Je mag je radio iets harder zetten, dat ik hem ook kan verstaan. Ik heb de controls even. De nummerknop, radio. Ja, een knopje waar ze, zo'n pijl dat dikker dikker wordt bij staat. Ik kan hem niet zien. Heb je hem rechtsom gedraaid? Ja. Oké, okay, is goed. Jij hebt de controls weer. Okay. Hij ging al iets een bochtje maken, maar die heb ik voor je gedaan. Zie je het erover? Heel mooi. Buitenkant tegen je. Heel goed. Je hebt hem wel erg hard staan, maar dan hoor ik in ieder geval wat er tegen ons gezegd wordt. Dat is een buitenkant tipje. Dat is zo moet je doen. En als die neus naar links draait, terugrollen als hij naar rechts gaat, nou even wachten tot je weer opneemt. En meeklimmen, meeklimmen. Kijk, hij maakt het je nou moeilijk. Ja, ja. Maar reageren. Het is een lesleef. Nou, hij zit lager, dus niet te veel erachteraan prikken. Hij zit in je zicht. Nou, jij hebt hem weer helemaal, ik hou, doe niks. Maar direct handelen, voordat het te grote afwijking wordt. Okay. Als het touw slap mocht komen, doordat hij wat duikt en doet, mocht gewoon iets wijder vliegen. Beetje prikken, dan zie je hem niet meer. Heel goed. Heel mooi. Zie je dat? Direct handelen. Die neus gewoon naar die piper laten wijzen. Heel mooi buitentipje. Oh, geweldig, Tom. Nou, voor je tweede sleepless gaat dit heel mooi. Heeft Huibert toch iets goed gedaan? Hij moet eigenlijk weer wat hoger klimmen, maar ja, daar kun jij niet zoveel aan doen. Je zou de bocht iets wijder kunnen vliegen, dus dan rol je hem iets terug. Oh, hij is al klaar met bocht. Nou ja, te laat. Straks weer een kans. Beetje prikken, dan zie je hem niet meer. Ja, bochtje. Heel goed. Zie je dan touw op dit snap? Rol hem even iets terug. En weer in als hij straks komt. Zo, je hebt hem. Dat was een trucje. Oké. Gewoon iets bij de bochtje, dan komt de touw weer strak. Want dat is de bedoeling, dat je touw ook strak houdt. Een beetje prikken om te zien. Nou, gaat mooi. Touw komt bijna slap, maar dat gaat wel goed. Til je gewoon je neus wat op, dan trek je hem ook strak, hè? Klopt. Heel goed. Nou, dat is het spelletje slepen. Dat is helemaal niet moeilijk. Nee, alleen bij de grond is moeilijk, zeker bij crosswind en zo. Ja. Want dan moet je ook nog gaan opsturen terwijl hij nog rijdt. Maar dat wordt, komt later. Daar gaan we het nu niet over hebben. Mooi, ja, achter die piper hangen in een bocht. Ik vind het zo geweldig, dit, deze move. Wat we nu met z'n tweeën hebben. Ja, maar ook met die zon zo. Ja, mooi die zon, een touwtje strak houden. Ietsje klimmen, zie je dat? Ietsje klimmen, buiten tipje aanhouden, heel mooi. Dit is echt heel mooi. Nou, mag ik de kritische Johan uithangen? Wat zeg je? Mag ik de kritische Johan uithangen? Oh. Je hangt er de hele tijd, ja, nu lijn je perfect op. Je zit de hele tijd een beetje linksachter als je rechtuit gaat. Maar dat komt ook door de propbush van de piper. Maar probeer gewoon rechtachter de kist op te lijnen als je rechtuit vliegt. Okay. Dus als je er iets scheef naast zit, vlieg je gewoon een klein esje. Klimmen, klimmen, ja, mooi man. Ik ga weer mijn mond houden, kun jij concentreren. Touw staat iets slap, even bijklimmen, bijklimmen, heel mooi, touw is strak. Nou, dat is het. Mocht hij echt in een lus hangen, dan zou je iets kunnen slippen ook, als hij niet in de bocht vliegt. Nee. Ja? Ja. Gewoon een beetje voeten, dan heb je wat extra weerstand. En weer recht geven als hij strak komt. Dat is ook een trucje. Klimmen, want de horizon zit ver onder de piper. Zo ja. Hij is wat wazig, maar je ziet wel waar het donkere grijs wordt. Ja. Een beetje duwen, dan zie je niet meer. Heel goed, iets wijdere bocht, dan kun je touw ook zien. Heel goed. Kijk, mooi strak getrokken. Perfect.
wat je hoort is het neuswiel die gaat rollen in de wind. Oh, okay. Moet je niet druk om maken. Als hij straks gaat waggelen, dan gaat hij schommelen met zijn vleugels. Ja. Dan mag je hem ontkoppelen. Als je ziet dat het touw los is, maak je een klimmende bocht naar rechts. Dus niet te veel trekken, maar wel een bocht maken. Okay. Maar goed, dat is pas als hij gaat waggelen. Het idee is dan dat wij rechts naar boven en hij links naar beneden gaat. Okay. Om zo snel mogelijk het touw bij ons vandaan te krijgen. Maar dat is pas over 300 meter. We gaan eerst nog een stukje slepen. Ben je al zo ver weg geweest? We zitten helemaal achter Elburg. Nee, hier ben ik ook weer geweest. Oh. En jij moet naar die kist blijven kijken, maar ik ben bijna thuis, man. Ik ben op Ulrich Kampen. Dat is niet ver. Recht voor ons bij Zwolle, met die torens onder de pijpen. Dat is de IJsselcentrale. Ah. Daar krijg ik stroom van. Die voetjes gewoon stil houden, Tom. Dat is wel flipper. Dat doet pijn. Ja. Maar Ed zorgt nu voor onze snelheid. We hoeven niet te fietsen. Oké. Wat ik een keer had gezien, hadden ze een slepen in ons woonplaats. Dat was echt heel fijn. En dan gewoon weer het vuur slepen. Ja, dat heb ik laatst met mijn pa gedaan. Gewoon naar Kampen. Kon hij even kijken. En dan gewoon zonder slepen met de DG terug naar huis. Ja, het lijkt me wel eens vet naar Almere. Maar ja, dan moet ik ook weer terug slepen. Wat ik op zich heel mooi vind met zo'n sleeples met die GoPro, dat je eigenlijk ideaal zou kunnen nabespreken. Ja, ik kan hem straks in de laptop doen. Er valt bij jou niet zo heel veel na te bespreken, want straks wel zien, dan vind ik het goed, hoor. Want er zijn heus wel laptops die we kunnen gebruiken. Ja, ja. Met gewoon een SD-kaartje. Helemaal levelen, want hij levelt ook. En jij hangt nog iets in de bocht, voel je dat? Ja, dit is level. Mooi zo. Het is maar minor, maar ik ben perfectionist, dus ja, dat klopt. Een beetje klimmen, want die band die je ziet, dat is de bovenkant van die inversie waar we het hele dag over hebben. Ah. Dat zie je echt als zo'n waas. Meedrukken, heel goed. Niet te veel, je hebt een miszicht, dan is het goed. Links en rechts van het instrumentenpaneel kun je de tipjes zien, hè. Dus dan weet je waar die is, dan is het goed. Hij klimt dan weer voor jou. Vlak van de pijper op Ed's hoofd staat, dan heeft Ed een mohawk, zeg ik altijd, dan zit je er recht achter. Een hanenkam heeft hij, zie je dat? Ja. Mooi, hè? Ik noem hem wel eens Edje Mohawk, en dat is hierom. Mohawk in die Vindt hij dat zelf ook leuk? Jawel. Ed en ik kunnen wel met elkaar. En je moet als kunstvlieger ook altijd een sleevliegen te vriend houden, hè? Ja, dat is waar. Ja, dus als zou ik hem niet mogen, dan zou ik nog aardig tegen hem doen. Ja, maar Ed is top. Ja, Ed is ook een hele goede instructeur. Hij lijkt heel nonchalant, maar hij ziet alles. Nee, maar net als dit, een sleep. Op het toilet kost dit gewoon iets van 100 euro misschien. Nou ja, 50. 1200 meter, ja, kost 50 euro zo'n beetje. Misschien nog iets meer. Ja, iets meer nog. Want ik had met die cursus 50 euro van het weekend. Maar dan hadden ze een andere sleepkist geregeld omdat die van toilet te duur was. Dus je hebt gelijk. 1200 meter sleeps met een 2-zitter is duurder dan 50 euro. Ja. Maar dit kost, als we geluk hebben, 28. Als je pech hebt, 4,35. En de helft ervan, want wij splitten hem nu, is 16, 17, 18, hooguit. Maar dat valt mee. Man. Nou heeft hij wat bochten voor jou gemaakt om even een lesje ervan te maken. Dus dan zou het kunnen dat het een minuutje langer is dat we inderdaad op 3,34 uitkomen. Maar daar had ik je ook al op voorbereid. Ja. Maar als ik sleep ben ik wel eens voor 30 boven. Maar dan moet gewoon even snel straks slepen. En niet te veel dalen onderweg. Oh,
Oscar Bravo wil jij straks gewoon weggen. Ik heb hem uitgelegd wat de procedure is. Oké. Dus ontkoppelen, zien dat de touw los is en dan gelijk rechts klimmen. Oké. Je hebt 120, dus je kunt wel een beetje snelheid eruit trekken. Hij sleept ons nog iets dichter in het veld toe. Hij maakt het een beetje. Dus hij bepaalt nu wanneer jij loskomt. Okay. Normaal gesproken, als jij een dikke tweakbel tegenkomt, trek je hem gewoon los en dan zeg je op de radio, Oscar Bravo, dankjewel. En dan ga je lekker tweaken omhoog. Maar dat is als je over land gaat. En ik als kunstvlieger bepaal ook altijd zelf wanneer ik eraf wil. Want ik wil dan bepalen boven welke weg ik ga kunstvliegen. Maar nu zijn we nog op jouw les en ik zorg straks wel dat we opgeleid zijn. Ik heb nog steeds niet. Nee, 1300. Dat is wel grappig. Jij denkt van, wat doet hij nou? Ja. Oscar Bravo, hartstikke bedankt. Goed, Tommetje. Ik trek even mijn riem aan. Ik heb de controls. We gaan toch eerst rustig acrocheck doen. Ontspan maar. Oké. Okay. Accelerator op 0. Dat is de G-meter. Even resetten. Dan staat hij op 1 trouwens. Ja. De balans van het vliegtuig. Wat weeg jij met load en shit? Ik heb full load en ik weeg nu 60 kilo. Hoeveel? 60. Ja, nee, maar met shit en load. Dat zou ik niet weten. Hoeveel plak heb je? Ja, alles. Oké, 9 stuks. Ja. 9 keer 1 en een kwart zijn 9 kilo's en 9 kwarten. 9 kwarten zijn 2 en een kwart. Dat is 11 en een kwart. En een jute van 5 ruim. Dus dat is 16 kilo bij jouw gewicht op. Ja. Hoe weegt dat? 76. Kijk, 76 kilo neus lastig. Gewicht is goed. Balans op vliegtuig is goed. Brakes in de lock. Bells. Nou, dat zijn de riemen. Snaastrak natrekken, doe ik mijn riem ook even. Ja. En wie vliegt er dan nu? Ja, dat doet de trim. Ja. Mooi hè? Nou, dan hebben we nog CTR, dat is canopies. Geen sluitingen los trekken, alleen de linker even tegen de kuip aanduwen. Heel goed. Nou, sluitingen dicht, trim voor neutraal. En de radio staat hard genoeg. Nou, dan hebben we alles bekeken. In het vliegtuig hebben we geen losse voorwerpen. Nee. Gaan we buiten het vliegtuig kijken, alles is vrij. Daarom draai ik ook een rondje, dat ik echt helemaal omheen kan kijken. Ja. Ik ga linksaf boven die drie sloten oplijnen, boven de middelste. Ja. Oh nee, dat kan niet. We zitten boven de flight level 65, of boven de 1000 meter. Ik ga gewoon die weg naar Biddinghuizen gebruiken als lijn. Ja. Oh wacht, dat is wel tegen de zon in. Nee, ik ga nog weer mijn idee aanpassen. Ik ga die kant op beginnen. Ik doe 45 nose down, snelheid maken naar 200. Ga ik heel even vlak vliegen. Ja. En dan beginnen we met een rustig loopje. Okay. Ja? En als ik er daarna niks meer te zeggen. Dan hoef je niet echt te persen, misschien een klein beetje gewoon je buikspiertjes aanspannen. Okay. Klaar voor? Ja. Nou, ontspan, blijven ademen, er gebeurt niks. 45 nose down naar 200. 200 vlak. Heel even wachten. Over zijn dak, even uitvliegen. Val mee, hè? Wauw! Volgen is hetzelfde, alleen dan gaan we 90 graden van koers. Ja? Ja. Oké. Komt ie. Op. En rollen. Nee. Wil blijven rollen en uitvliegen. 90 graden van koers. En eruit. En gelijk de volgende. 90 graden van koers rollen. Doorrollen, doorrollen, doorrollen en we gaan hem uitlopen. Leuk hè? Dit is erg leuk. Doen we de pijn nog even. En we rollen. En rollen, 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 rollen.
drempel op zijn kop. Uitlopen. En de laatste. Komt er nog één. Rollen, rollen, rollen. Totdat die level op zijn kop ligt. En dan uitlopen. En dan vliegen we weer in dezelfde richting. Mooi, hè? Even de snelheid eruit. Even Tom laten rusten. Je bent 5 keer over de kop geweest. Wow. De eerste gewoon recht. En die andere waren met een halve rol erin, zodat we 90 graden van koers gaan. Dat hebben we 4 keer gedaan. En toen hadden we weer dezelfde koers. Mooi, hè? Wauw. Nou. Wat we nu gaan doen, ja, is een halve loop. En dan gaan we heel even rugvliegen. Nou ja. Dan hang je in je riemen. Dat vond ik net niet zo fijn. Oh, dan gaan we niet op zijn rug vliegen. Okay. Dan gaan we verticale figuren doen. We gaan recht omhoog en dan gaan we zijdelings om. Dat heet een stoolturn. Oké. Even kijken hoe ik hem ga doen. Oplijnen op de dijk. En dan gaan we hem over rechts maken. Dus kijk zo meteen als we snelheid hebben. Ik moet eerst weer opnieuw aanduiken. Ja. Naar je rechtervleugel. Daar zie je alles wat er gebeurt. Want voor je zie je straks alleen maar blauw. Oké. Ga ik eerst snelheid maken. 45 down naar 200. Komt ie. Ja. 45 graden down. 200 vlak, komt eraan. Dit is 200 vlak, ja. Komt ie. Recht omhoog. Stoppen. En op. Wauw. Mooi, hè? Recht zetten, downline. En eruit. Kom mee, hè? Ja. Gaan we recht omhoog en dan gaan we achterover. En achterover vliegen. Oh, wat leuk. Downlijntje. En vlak. Hetzelfde ding, voorover. Recht omhoog. Even vliegen. En voorover. Die was te laat. Oké. Sorry. Er gebeurt niks op, dit kan het even. Nou, gaan we even rusten voor Tommetje. Ja. Ja, ik ben wel een beetje... Nou, mooi, dan is de kist voor jou. Vlieg hem maar terug richting je oefengebied. Jij hebt hem, hè? Ja. Nou, rust, ademen, ontspannen, kijk naar je horizon, jij vliegt. Maar dit is wel zoiets. Het veld is leeg, dus je mag gewoon over het veld naar de andere kant vliegen. Dus vlieg gewoon naar je oefengebied. Maar dit moet ik wel nog een keer doen. Ja, nee, maar goed. Ik merkte dat dit genoeg was, stoppen, andere keer verder. Ja, dat ondersteboven, dat vind ik ook een beetje eng. En ik was bij die voorover Humpty, ja. die laatste figuur was ik te laat. En dus toen heb ik hem bewust iets overzij laten gaan. Alleen omdat hij dan overtrokken is, ja, het is gewoon dode massa die omdraait en daarom sloeg hij ook zo door. Okay. Maar dat is verder niet gevaarlijk. En ik wist ook dat het ging gebeuren, jij schrok waarschijnlijk even. Ja, ik dacht, wat gaat er gebeuren? Nee. Maar goed, daarom doe je kunstvliegen ook nooit onder de 300 meter. Okay. Omdat je dus uit de figuur kan vallen. Dat kun je wel weer oplossen, maar dan moet je wel hoofd hebben. Ja, oké. Leuk, hè? Dit is echt leuk, ja. Nou, dat is dus mijn sport. En nou is dit nog niet eens het geweldige vliegtuig ervoor. Dat is de DG, maar dan moeten die lange tippen eraf. En jij wilde leren slepen, dus daarom moest 21 mee. Ja, okay. En deze kan het ook, alleen iets minder goed. Ja. Voor de DG was het nog altijd. Ja, precies. Toen hadden we de DG nog niet. En op de cursus leer je het ook met mijn 21. En ik heb 2 keer de cursus gedaan. En de tweede keer heb ik de hele week de DG van de club meegehad. Om eigenlijk overgelest te worden op de DG. Okay. Nou, die riemen snaastrak is eigenlijk alleen maar voor rugvliegen. Hebben we niet gedaan. Maar goed, sowieso wil je met kunstvliegen in je stoel blijven. Ja. Want je zag dat zakje mooi, hè, toen die negatief was. Ja. Die ging zweven. Ja, dat is negatief. Gewichtsloos. Zijn we net, hoe heet die? Kuipers. André Kuipers. Ja. Lijkt me ook wel vet hoor. Ga hier maar oefenen. Ga maar een beetje richting Dorald Mees. Gaan we daar wel een beetje bochtjes oefenen. Zal ik zo wel zorgen dat je op het circuit komt. Oké. Ik ga niet meer... Nee, we gaan niet meer kunstvliegen. Okay. We gaan alleen nog even hard vliegen straks.
draai maar naar links richting Apeldoorn. Dat is die stad die je daar midden in de Veluwe ziet liggen, waar de zon hier erg op schijnt. Dan gaan we een stukje die kant op. Iets meer helling. Ik zag je piefje scheef staan. Heel goed. En terug. Nou ben je harde Apeldoorn. Oh, dat is... Ja, je hebt gelijk. Dat is Apeldoorn. Oh, je bent topografisch beter dan ik. Die rechts is Arnhem. Ja, ben je nog aan het nablazen? Ja, een beetje. Ja, niet te veel doen, maar je moet natuurlijk wel stoer blijven op je GoPro filmpje. Ja. Ik vond het helemaal geweldig. Ja, maar dat is het ook. Ja, dat weet is... ik wel. Nee, mijn eerste keer heel goed aangegeven, stoppen, stop ik ook. Hadden we ook afgesproken. Daar heb ik zelf toen ook wel geloven in achtbaan. Ja. Het is een achtbaan, maar dat is heel anders dan dit. Echt heel anders. En de tweede 600 meter was toch ook voor jou? Ja. Daar heb jij voor betaald. En daar ga ik zo ook nog wat van opvliegen, dus goed, vlieg maar over de dijk richting zuid. We hebben nog steeds te veel hoogte voor mijn plannetje. Nou, wat gaan we doen? Even hard over het clubgebouw. Oh, echt laten schrikken. Nou, daar schrikken ze niet meer van, want... Zoomer. Ja, tuurlijk. Mooi. Maar ja, Cordy zei in Westhoven nog over mijn laatste zoomer hier bij Flevo voor Westhoven. Hoe lang zou het duren voordat die verrassingszoomer eraan komt? Dat stonden ze ook in te pakken, weet je wel. Want omdat ik het bijna altijd doe als ze aan het inpakken zijn. Ja. Goed, ik heb de controls. Jij krijgt je gaat nog wel landen straks. Oké. Maar squee en zo hoort er allemaal niet bij, dat doe ik. Ik doe je landingschecks, alles. Ja? Ja. Oh, dat is niks engs, we gaan alleen even hard en laag. En daar heb ik zo'n beetje 350 meter voor nodig om VNE te halen. Maar we zitten lekker ver uit. Dus dan kunnen we ook die laatste 50 meter die we nog daarbij hebben, want er zitten al 400 plus, ja, gebruiken om VNE ook een tijdje vast te kunnen houden. Snap je? Ja. Nou, waar is de club? Bij dat mooie dwarspad. Nou, alles vrij in de lucht, geen motorkistjes. Het is al geland. Gaan we. Nose down. Lekker snelheid maken naar VNE. Oké. Wielen ze uit, water erbij opsleppen hebben we niet. Wind niet noemenswaardig recht op de baan. Transponder uit, kist is leeg, of veld is leeg, circuit is leeg. Nou, mooi. Mag ik hem? Nou, nog niet. Ik zorg dat je goed uitkomt van final. Ik heb mooi afgetrimd voor je. Ik zorg even dat je goed uitkomt voor een rustig final. Ontspan je. Zet ik op je regelbeen en dan heb jij hem. Jij hebt hem. Kijk naar je veld. Weet je precies wat je moet. Je moet op Harderwijk. Okay. Minimaal 9. Heel goed, klep eruit, heel goed. Laat me staan. Mag gewoon vandaag. Help even. Hou de bocht even om.
even los, kan ik sturen. Daarom weet ik dat. Alsjeblieft.